Goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag van de diëtist. Nou, diëtisten, daar heb ik al heel vaak mee te maken gehad. Tenminste, vaak. Dat valt ook wel weer mee. Maar ik ben altijd wel bezig geweest met mijn lijn. Ja, ik vind me te dik. Ik ben ook gewoon te dik. Ik woog op een gegeven moment zelfs 155 kilo. En ik ben gelukkig nu aan het afvallen. Ik zit nu op 139, maar ik wil naar de 100 toe. Dus ik heb nog best een lange weg te gaan. Maar ik geloof dat het me dat gaat lukken. Het is me al een keer eerder gelukt om 50 kilo af te vallen. Niet op een gezonde wijze toen. Deze keer doe ik het wel op een gezonde wijze. Maar laten we eens wat gaan tekenen wat daarmee te maken heeft met de diëtisten. Bijvoorbeeld een weegschaal. Dat soort dingetjes. Doe je mee? Ja, heel veel mensen lijden aan overgewicht. Het is vandaag de dag van de diëtist. Wat gaan we daar nu bij tekenen? Nou ja, je hebt natuurlijk inderdaad de schijf van 5. Eens even kijken hoe we dat het beste kunnen tekenen. Want zo'n schijf van 5, dat is nog niet zo heel makkelijk om weer te geven. Want die partjes zijn ook niet allemaal even groot. Je zou zeggen, van 5, dat is toch makkelijk dan. Maar het zijn verschillende groottes van partjes. Van het ene moet je meer eten dan het andere. Nou, dit is dan groente. Dit is koolhydraten, brood en zo. Dit is water en het drinken. Dit is boter en kaas, melk en dat soort dingen. En dit is vis en vlees. Ja. Ik vind die schijf van 5 zelf een beetje onzin. Iedereen weet zelf wel wat gezond is en wat niet gezond is. En het is gewoon opletten met wat je eet. En ja, gewoon niet te veel ongezonde dingen. Af en toe ongezond eten is helemaal niet erg. Maar daarnaast, vooral de hoeveelheid die je eet, daar moet je op letten. Kleine beetjes is genoeg. En niet te veel. 2 keer per dag, 3 keer per dag eten is meer dan genoeg. En je hebt maar een heel klein beetje nodig. En ja, ik spreek uit ervaring. Ik ben zelf nog steeds te zwaar, maar ik was nog veel zwaarder. En ik heb ook suikerziekte gehad. En gelukkig ben ik daar vanaf. Veel afgevallen. Er moet nog meer af. Maar ja, het is gewoon een kwestie van goed opletten met wat je eet. Gezond, veel gezonde dingen eten, vezelrijke dingen eten. En je mag best eens een keer een ijsje, je mag best eens een keer een stukje taart, dat is helemaal geen probleem. Alleen je moet wel het is echt met mate, gewoon niet te veel eten. En ja, kijk uit met koolhydraten. Dat is een gevaarlijke, die zet gauw om naar zetmeel of naar suikers. En suikers is gewoon killing. Ik zeg al, gewoon een ijsje mag best, doe ik ook. En veel bewegen. Ik wandel elke dag een uur met de hond in het bos. En dat helpt gewoon echt. Wandelen, bewegen, misschien gaan sporten. Ik ben zelf niet zo van sport. Maar goed, bewegen en goed eten. En iedereen weet zelf wel wat gezond is en wat niet gezond is. En dan val je gewoon af en blijf je op gewicht. Of blijf je op gewicht. Sommige mensen hoeven helemaal niet af te vallen. Nou, wat kunnen we nog meer tekenen bij? Diëtisten. Ik dacht, laten we dan maar toch maar gelijk die weegschaal tekenen. Zo. Dan heb je zo'n maataanduiding erop. Ik had op een gegeven moment dat de weegschaal het niet meer aangaf. Hoeveel ik woog. Dat kon namelijk niet. De weegschaal ging maar tot 150 kilo. En daar zat ik gewoon boven. Dus dat was het probleem. Ik kon niet meer zien hoeveel ik woog. Dat was natuurlijk al alarmerend genoeg. Als een weegschaal niet meer aan kan aangeven hoeveel je weegt. Dan is het echt wel tijd dat je er wat aan gaat doen natuurlijk. Heel blij dat ik van die suikerziekte af ben. Dat helpt dus af te vallen. Kan je daar vanaf komen. Tenminste, ligt eraan welk type suikerziekte je hebt natuurlijk. Voilà, een weegschaal. Dat is echt wel een plaatje wat hoort bij een diëtiste. Ik zat zelf even te koekelen op diëtisten. En wat kom ik dan tegen?
mensen in een wit pak met een stethoscoop om hun nek, luisterend naar een appeltje. Ik denk, ja, maar dat is helemaal niet het beeld van een diëtist. Een diëtist heeft geen stethoscoop, volgens mij. Ik zou niet weten wat hij ermee moet. Ja, luisteren, maar ja, het gaat gewoon kijken wat is jouw bouw en wat is jouw voeding, zo je eetpatroon. Dus het gaat voornamelijk om inderdaad eten, veel bewegen en ja, dan val je af. Ik zou zeggen, ga zelf nog eens even bedenken van heb ik gezond gegeten of heb ik niet gezond gegeten. En ja, als je tips wil om af te vallen, laat het maar weten. Of heb je misschien zelf nog tips, laat het me ook weten. Heel goed. En ik zie jullie morgen in de volgende tekening. Tot morgen.